thema. Ja, Twan zei in zijn inleiding al, eigenlijk is dat al een les die we geleerd hebben, dat onderwijs flexibel georganiseerd moet gaan worden. Ik moest aan jou denken, omdat ik ken je al een tijd en ik weet dat je daar al flink lang mee bezig bent. En daarnaast kan je er ook helder over vertellen, dus vandaar de uitnodiging. We hebben Astrid gevraagd om in het kader van dit onderwerp flexibel organiseren te vertellen wat het Picasso Lyceum in Zoetermeer doet om dit te bereiken in deze tijd. En ja, iets van een definiëring van flexibel organiseren. Ik zou zeggen, een flexibele organisatie is een organisatie die in iedere situatie, crisissituatie, schaarste aan leraren, toch onderwijs kan bieden dat voldoet aan de onderwijsdoelen die de school zichzelf al gesteld had in de ambities, in de meerjarenplannen. Nou, daar gaan we het over hebben. Maar allereerst, Astrid, ja, je zit nu thuis. We zitten allebei voor een lege boekenkast. Ja. Dat is een stom toeval. Ja, ja. En we gaan nog niet uitleggen waarom dat zo is. Maar hoe staat je school er nu bij? As we speak. Ja, nou, ik denk heel goed. En dat heeft hier denk ik ook gewoon mee te maken. Wij waren al ingericht op flexibiliteit. En ik kan niet ontkennen dat deze periode voor iedereen zwaar is en dus voor ons ook. En dat vraagt heel veel veerkracht. Maar ik denk dat het ons goed gelukt is om een organisatievorm te kiezen. En we hebben ook de middelen die we daarvoor nodig hebben, hadden we al. Zodat we het onderwijs in elk geval met kwaliteit gewoon door kunnen laten gaan. Dat vind ik wel... maar op dit moment, hè, als ik nu jouw school binnenloop, zie ik dan leerlingen? Deels, net als bij iedereen. We hebben ook een klas met leerlingen, dat noemen we de thuisklas, die onder begeleiding werken op school. Dan wel de online lessen volgen. Maar daar zitten domeincoaches bij, zoals wij dat noemen, die het leerproces van de leerling begeleiden en zorgen dat ze ook echt tot leren komen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook onze examenleerlingen, die net als op alle andere scholen op school aanwezig zijn. Ik denk waar wij in verschillen is dat wij de examenleerlingen de keuze geven of ze wel of niet op school willen zijn. Die keuzes laten we ze ook maken via ons roosterprogramma. Oké, daar komen we straks nog op terug. Maar ik denk dat het ook wel leuk is om eventjes, of goed is om aan jou te vragen, wat doet het nou eigenlijk met jouw werken in deze tijd? Je bent rector. Hoe lang ben je al rector bij Picasso? 1,5 jaar, dus nog niet zo heel erg lang. Dus ik viel met mijn neus in de boter. Kan je zeggen, ja. Begon ook het coronatijdperk, zou ik maar zeggen. Ja, wat doet het met mij? Ik denk hetzelfde als met alle andere mensen. We zijn vermoeid door alle verrassingen waar we steeds voor komen te staan. Dat is denk ik hetzelfde. Aan de andere kant merk ik ook wel dat ik het ontzettend leuk vind. Want als je het hebt over onderwijs, als je houdt van onderwijs, nou, er gebeurt wel wat op dit moment. En ja. Er gebeuren hele mooie dingen, dus ik krijg daar ook wel weer energie van. Ja, oké. Okay, we hebben jou gevraagd, we gaan straks verder praten, om in een filmpje zoveel mogelijk te vertellen over hoe die flexibele organisatie van jullie eruit ziet. En dat filmpje, dat zal ik nu gaan starten. En dan praten we over 8 minuten weer verder. Dames en heren, graag aandacht voor Astrid Buijs.
Ik krijg geluiden door dat het filmpje niet zichtbaar is. Dat zou heel pijnlijk zijn. Astrid, hoor je mij? Ja, ik hoor jou, maar ik zie hem ook niet. En ik kan ook de chat op dit moment niet goed zien. Dat is wel heel vervelend. Dat is echt heel vervelend. Oké, dan gaan we het live doen. Ja. De essentie van wat je. Het filmpje wordt beschikbaar gesteld. Sorry voor dit gedoe, want dat hebben we natuurlijk uitgebreid geoefend. Het filmpje wordt beschikbaar gesteld. Astrid, wil jij eventjes aangeven hoe jullie vanuit in ieder geval jullie onderwijsvisie zo flexibel mogelijk georganiseerd hebben? Ja, en dat is wel een goed woord wat je hier zegt, want de vraag is, kun je flexibel organiseren? Ja, dat is mogelijk. Ik denk in iedere school, maar in scholen waarin die al meer ingericht zijn op onderwijs, wat meer op de leerling is gericht, die kunnen dat denk ik wel makkelijker. Dus wat is op de leerling gericht zijn? Nou, op de leerling gericht zijn betekent ook dat alles op school in het kader staat van de ontwikkeling van de leerling. En dat de methode minder centraal staat, maar dat de leerling meer centraal staat. Ik denk alle scholen doen dat, hè, zijn daar in meer of mindere mate mee bezig. En ik zie het eigenlijk als een schaal van methodegericht, volledig methodegericht naar volledig leerlinggericht. Nou, dat zijn wij ook niet, maar we zitten ergens op die schaal en we zitten denk ik net iets verder wellicht dan de meeste scholen, waardoor wij wel de instrumenten hebben en de methodes om te zorgen dat we ook echt flexibel kunnen zijn. En we hebben gewoon gemerkt dat dat ons voordeel heeft geboden. En we zijn nu eigenlijk in een tijd waarin de docent noodgedwongen op meer afstand staat van de leerling. En dat maakt dat het moment dat je meer gericht bent op de ontwikkeling van de leerling, dat het makkelijker is om te organiseren. Moet ik dan me voorstellen dat jullie op een andere manier lessen inrichten? Dus geen lessen van 50 minuten waarin de leraar zegt in een afstandssituatie, scherm aan allemaal, of scherm uit juist, en ik ga met mijn les beginnen. Hoe doen jullie dat? Of hoe heeft zich dat ontwikkeld in de loop van de maanden? We hebben eigenlijk, die ontwikkeling is al eerder gestart bij ons, met een visietraject waar we mee bezig zijn geweest. En eigenlijk, deze school die werkt al jaren volgens het principe van onderwijs op maat. Dus het is niet iets wat zomaar gebeurde. Dus ook de keuzes die we nu hebben gemaakt, die zijn steeds daaruit voortgekomen. Van de eerste lockdown hebben we heel veel geleerd. We hebben geleerd, we werkten met lessen van 45 minuten, dat eigenlijk niet een lekkere leseenheid is en dat we eigenlijk naar eenheden van 30 minuten toe wilden. Dat klinkt een beetje formeel, maar dat betekent dat we in ons gewone rooster twee keer 30 minuten aan elkaar vastplakken en lessen van 60 minuten hebben. En in een korte versie dat we lessen draaien van 30 minuten. En dat is wat we nu doen. En we hebben gemerkt dat leerlingen het moeilijker vinden om langer tijd achter het scherm hun aandacht vast te houden. Dus vandaar dat we werken met een verkort rooster. Dus op dit moment hebben we in de ochtend hebben we voor alle leerlingen een online rooster van lessen van 30 minuten. Wat gewoon hun bekende rooster is, in dezelfde volgorde, alle vakken precies op dezelfde manier. En in de middag hebben we een keuzeprogramma waarin leerlingen zelf keuzes maken voor vakken waarvan zij denken dat ze daar extra hulp en ondersteuning bij kunnen gebruiken. Dus eigenlijk heb je daarmee ruimte gecreëerd in het gewone rooster voor leraren om een knip te doen tussen waar wil ik met de groep aan de gang en waar wil ik met de leerlingen individueel die het nodig hebben aan de gang. Klopt dat? Ja, dat klopt. En we hebben ook een handleiding gemaakt voor zowel leerlingen en ouders als voor docenten over hoe ze met deze situatie om kunnen gaan. Dus we vinden het belangrijk dat leerlingen weten dat er iets anders van ze verwacht wordt, dat ouders daarbij betrokken zijn. Dus wij werken eigenlijk sowieso altijd al met we starten de dag met persoonlijke leertijd. Alle leerlingen krijgen dan coaching, persoonlijke coaching iedere week. Van hun eigen coach, maar werken ook aan hun eigen leerdoelen. Dat doen ze in de reguliere situatie al bij ons, zowel thuis als op school. Dus daar zit eigenlijk al een hybride variant in. Tot stand gekomen op basis van de eerste lockdown. En dat is wel heel belangrijk, want daarmee kunnen we ook het leerproces van die leerlingen goed begeleiden. Dat zijn we al gewend.
In die handleiding staat ook hoe ze dat moeten doen. Dan hebben we ook formulieren waar leerlingen gebruik van kunnen maken, die ze invullen, zodat coaches goed weten wat leerlingen aan het doen zijn. En waarop ook ouders dingen in kunnen vullen, zodat de betrokkenheid van ouders ook hoog is. Dat vinden we heel belangrijk. En daarnaast dagen onze docenten uit om goed na te denken over de tijd die ze hebben. We hebben ook gezegd, in deze tijd waarin je meer op afstand staat tot je leerlingen, moet je heel goed nadenken over de lestijd die je hebt en hoe je die inricht. Ja. En we hebben ze gevraagd, denk na over, is het belangrijk om een instructie te geven? Moet je dat dan doen aan een kleine groep? Moet je dat doen aan een grote groep? Is het überhaupt belangrijk om instructie live te geven? Of kun je misschien beter kiezen voor een filmpje en dan een verlengde instructie aanbieden aan de leerlingen, alleen aan die leerlingen die dat nodig hebben. En dan heb je wel flexibiliteit nodig in je organisatie om dat dan te kunnen organiseren. En is dat ook het soort flexibiliteit dat je ook als we weer naar een situatie gaan waarin de scholen gewoon normaal open zijn, waar je dingen van meeneemt? En zo, ja, ja, wat? Ja, nou dat, we hebben heel veel geleerd van de eerste lockdown, want de dingen die je mij nu hoort zeggen, elementen daarvan waren al aanwezig in de school. Maar we hebben er ook door de eerste lockdown en de ervaringen die we daar hadden, die waren eigenlijk heel erg positief. Zowel bij leerlingen, ouders als bij docenten, hebben we die gebruikt in hoe we het schooljaar regulier zijn opgestart, laat ik het zo zeggen. En ik zie ook nu tijdens deze tweede lockdown dat we weer heel veel aan het leren zijn. En dat we ook weer merken dat het zo belangrijk is om te werken met leerdoelen. Omdat dat ook een bepaalde vorm van flexibiliteit garandeert. Dus vorig jaar werd toen ook de vraag gesteld, zijn er achterstanden bij jullie op school? En wat we toen hebben gedaan is, we hebben gekeken, zijn er op groepsniveau achterstanden in de leerdoelen? Nou, dat bleek niet aan de orde te zijn geweest, omdat de lessen gewoon door konden gaan, zei het. Ja. Je ziet wel op individueel niveau natuurlijk achterstanden, maar dan kan je ook weer met een maatwerktraject leerlingen ook weer zover krijgen. En ik zie dat dat stukje, dat we dat nu ook nog weer meer op aan het pakken zijn en dat we daarin ook weer stappen gaan maken. Maar dat moet dan ook wel goed te organiseren zijn. En, ja. Ja. We zijn natuurlijk hier op een congres waarin technologie een belangrijke rol speelt. Aan allebei kanten, positief en negatief, zoals we net hebben ervaren. Maar wat betekent dit nou voor jullie organisatie? Wat moet er nou op technologiegebied en op platforms en dergelijke allemaal geregeld zijn? Wil je zo flexibel kunnen werken? Nou, we hadden het grote voordeel dat alle leerlingen bij ons al beschikken over hun eigen laptop. Dus dat was iets wat we niet meer hoefden te organiseren. En vrijwel alle leerlingen hebben al toegang tot een elektronische leeromgeving, waarop docenten ook op afstand kunnen zien wat leerlingen aan het doen zijn. Dus dat hadden we wel als voordeel. Daar hadden we al wat ervaring mee opgedaan. Dus daar hoefden we ons niet meer op te richten tijdens de eerste lockdown. Je ziet dus dat je dat soort instrumenten wel echt nodig hebt om ook gewoon kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden onder alle omstandigheden. Een tweede waarvan we hebben gezegd, ja, dat is toch ook wel heel erg belangrijk, is een instrument waarmee je het rooster ook goed vorm kunt geven, ook in een hele flexibele vorm. Wij werken met een schedule van Advitree en met de module mix die we nu ook echt gaan inzetten. En we merken dat dat belangrijk is. Andere roosterprogramma's kun je ook flexibel mee organiseren, maar niet op basis van leerdoelen. Dus dit zijn allemaal elementen die straks maken dat je ook heel makkelijk kan blijven schakelen. En ook steeds makkelijker je kan blijven aanpassen aan omstandigheden die voortdurend veranderen, zoals we ook deze week weer hebben gezien. Ja, want nu moet je weer nieuwe maatregelen nemen, de anderhalve meter. Wat gaat dat weer behelzen? Ja, ik denk hetzelfde als op alle andere scholen. Het betekent kleinere groepen. En dat vind ik niet noodzakelijkerwijs een nadeel, want ik ben ervan overtuigd dat de leerlingen die het nodig hebben, die moeten in die kleinere groepen zitten. Dus het gaat er eigenlijk over, hoe kun je het zodanig organiseren dat je de juiste leerlingen op de juiste plek hebt zitten. Zodat je de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, die ook daadwerkelijk kunt geven. Dus wij gaan ook de groepen kleiner maken. We gaan een aantal extra lessen erin zetten, zodat er wat meer te kiezen valt voor leerlingen in de middag. En we handhaven ons online aanbod, zodat we zeker weten dat we in elk geval lestijd hebben met onze leerlingen en dat er continuïteit is en structuur in de werkdag van de leerlingen.
En daarnaast bieden we leerlingen ook aan, uiteraard, zeker de eindexamen leerlingen, om als ze extra hulp nodig hebben, hè, ook op fysiek op school, dat kunnen komen doen. Ja. En dat jullie met einddoelen of met doelen werken, vanuit het doelen werken voor de leerlingen. Ja, je zegt in het filmpje dat daarmee meer flexibiliteit ten opzichte van methodes ontstaat. Kan je daar iets meer over vertellen? En ook vooral vanuit het perspectief van een leraar. Want die moet dat allemaal organiseren natuurlijk. Ja, dat is niet makkelijk, hè? Dit is echt wel best wel lesgeven op een hoog niveau als je dit goed onder de knie hebt. Dat realiseer ik me wel. Ik denk wel op het moment dat je niet het gevoel hebt dat je pas succesvol bent in je onderwijs aan je leerlingen. Op het moment dat de methode uit is, krijg je ook wel heel veel flexibiliteit. Hè? Op het moment dat je je beperkt tot de kern, wat moeten ze kennen en kunnen, kun je daarna bedenken en in welke instrumenten heb ik dan nu, welke stof heb ik dan nu, welke momenten kan ik gebruik van maken om ze dat dan ook te gaan leren. Dus je wordt daardoor flexibeler. En een methode best heel goed helpen, hè? Want methodes zijn best ook heel belangrijk, maar die zet je dan in als docent op het moment en op de manier waarop jij vindt dat het leerproces van de leerlingen ten goede komt. En dat is waarschijnlijk ook een doorlopend proces van aanpassing en aanvulling. Hoe hou je dat gaande, ook in deze drukke tijden? En wat bedoel je dan? Nou ja, jij als schoolleider, hoe krijg jij voor elkaar dat het team daarop scherp blijft dat blijft doen? Ja, nou dat is best heel lastig, want ook wij zitten natuurlijk op afstand. Dus ook wij proberen als schoolleiding zoveel mogelijk contact te blijven zoeken met onze docenten. Dat doen we op dit moment noodgedwongen ook in een online omgeving. Maar we organiseren bijvoorbeeld momenten waarop we bij elkaar komen. Studiedagen organiseren we al sinds het begin van de eerste lockdown online, zodat we elkaar wel blijven zien. Je ziet dat de mogelijkheden technisch ook aan het toenemen zijn. Onlangs zijn vergaderruimtes aan Teams toegevoegd. Daar hebben we ook de afgelopen studiemiddag hebben we ook onmiddellijk gebruik van gemaakt. Ook omdat we onze docenten willen laten zien wat de mogelijkheden zijn. En dan vind ik ook dat wij als schoolleiding ook het goede voorbeeld moeten geven. Ja. We proberen onze studiedagen, waarvan we er nu meer dan gemiddeld hebben, mag ik jullie ook wel toevertrouwen, die proberen we ook zoveel mogelijk een goede les te laten zijn. Om het zo maar even te zeggen, goede didactiek gebruiken, zodat docenten ook zien wat voor mogelijkheden er zijn en daardoor geïnspireerd raken. En daarnaast hebben we ook een handleiding of een handreiking, zeg ik altijd, voor docenten om op papier om hen te helpen met wat we van ze verwachten, hoe ze dat kunnen vormgeven, ze te verwijzen naar allerlei bronnen die ze daarvoor kunnen gebruiken. En organiseren we daar ook allerlei trainingen in. En ik zou je dus kunnen stellen dat eigenlijk de techniek, want zoals ik je daarover hoor vertellen, de platforms en dergelijke, dat eigenlijk het minst van de problemen is. Want ja, je gaat er een beetje overheen van ja, dan is dit, we hebben die vergaderruimtes, maken we gebruik van. Dat gaat toch niet allemaal vanzelf? Nee, dat is heel goed dat je dat zegt, maar het zou eigenlijk wel zo moeten zijn. Hè? Ik zeg altijd maar, eigenlijk moet de techniek zijn als water uit de kraan. Het moet werken, je moet het eigenlijk niet eens merken. In ons geval hebben we heel snel gekozen voor Microsoft Teams om daarin te gaan werken en om daar ook alleen in te gaan werken. Dus we zijn daar ook best streng in geweest richting onze docenten die allerlei andere platforms wilden gaan gebruiken. En we hebben gezegd, nee, we gaan één medium gebruiken, één kanaal. En dat wordt Teams. En dan kun je daar ook steeds beter in worden. En dan merk je ook dat het ook makkelijker wordt om dingen toe te gaan passen. En ja, ik denk zelf ook, hè, de laatste studiemiddag hebben we die vergaderruimtes gemaakt. Nou, net als nu hebben we dat netjes voorbereid en we uitgetest en alles klaargezet. En op het moment dat ik live ging voor mijn, bijna 100 collega's, waren de vergaderruimtes die ik had ingericht, die werkten niet meer. Mm-hmm. Ja, nou ja, oké. Dus ik zei, nou, ik ga nu op dit moment ga ik even zoeken. Volgens mij heb ik het zo geregeld en binnen no time was het voor elkaar. En ik vind het ook niet erg. Dan denk ik, kunnen docenten ook zien dat wij het ook nog niet altijd eenmaal onder de knie hebben. En dat dat op zich helemaal niet zo erg is. En dat dat best heel goed snel weer te regelen is. Dus ja. Als het dan even niet zo gaat als je denkt dat het zou moeten. Hè, dan als niet kan wat moet, dan moet maar wat kan. En dan maak je daar zoveel mogelijk gebruik van.
En ja, vandaar dat ik er ook niet zo heel nadrukkelijk over praat. Ja, het gaat soms goed en het gaat soms niet goed. En dat is oké. En daar leren we weer van en zetten we weer een volgende stap. Ja, ja. Ik wil het even tussen haakjes de mensen die meekijken ook nadrukkelijk uitnodigen om vragen te stellen of eigen ervaringen te delen. Die kunnen we dan meepikken. En Harriet, onze moderator, die maakt ons daar dan op attent. Dat is wel belangrijk, denk ik. Zijn er vragen? Welke ELO gebruiken jullie, zie ik hier langskomen nou? Wij gebruiken Magister Mie daarvoor. En daarin zitten eigenlijk alle methodes die jullie ook allemaal kennen. En docenten kunnen daar een keuze uit maken. En er zit een tool in waarmee je goed kunt zien waar leerlingen mee bezig zijn. Dat vraagt wel ook om een eigen visie daarop, hoor. Want het middel alleen doet het niet voor je. Dus je moet daar wel goed over nadenken hoe je het wil inzetten. En daar hebben we ook best wel even mee geworsteld in het begin. We hebben gezien dat met name studiewijzers heel belangrijk zijn. Als leerlingen zelf aan de gang gaan, dan moeten ze goed weten, inzicht en overzicht hebben over wat er van ze verwacht wordt. Dus een studiewijzer wordt steeds belangrijker. De eerste stap was om te zorgen dat ze er waren. De tweede stap die we nu gaan maken is zorgen dat ze ook meer kwaliteit gaan krijgen. Er komen wat vragen los nu. Dank je voor dit antwoord. Bijvoorbeeld hier van, volgens mij, ja, Suzanne Unk. Wat is de belangrijkste les die jullie nou de afgelopen periode geleerd hebben? Nou, beperk je tot één ding wat je nu te binnen schiet. De belangrijkste les, ja, dat is dat het gewoon mogelijk is om op afstand goed onderwijs te verzorgen. En dat klinkt misschien een beetje flauw en ik denk dat het publiek daar misschien op dit moment niet zo vreselijk veel aan heeft. Maar het kan echt en het heeft ook kwaliteit. Met andere kwaliteit dan we gewend zijn. Oké. Zijn jullie in het proces, een vraag van Petra van der Spek, naar flexibel onderwijs ook opgetrokken met andere scholen om ervaringen op te doen? Ja, wij zitten in allerlei netwerken en groepen. Ik zelf ook. Ik vind het heel belangrijk om vooral met elkaar en van elkaar te leren. En je bent als school geen eilandje en je moet altijd ervaringen van anderen daarbij betrekken. Dus wij zitten bijvoorbeeld in de groep Zo leer ik als school, waarin meer scholen op deze manier werken. Ik ben zelf onderdeel van Schoolleiders voor de Toekomst. Ook een groep schoolleiders die zich richt op hoe zorgen we ervoor dat het leren van de leerling centraal komt te staan. Ja, en daar doe je allerlei ideeën op en daar wissel je uit en daar delen we. En lopen jullie in die processen ook met andere scholen aan tegen zaken waarvan je zegt, ja, maar dit moet toch echt even sectoraal geregeld worden of zelfs in het systeem? En zo ja, wat doen jullie daar dan mee? Ja, ik denk wel, als je met elkaar bent, kun je ook makkelijker druk uitoefenen op de juiste partijen, omdat bepaalde dingen moeten gebeuren. Dus ik denk dat dat zeker helpt. En we hebben veel, een van de dingen die we bijvoorbeeld met Zo leer ik hebben bereikt, is dat de leerdoelenkaarten door het SLO zijn ontworpen. Omdat we gaven, we hebben echt op een wat gedetailleerder niveau leerdoelen nodig waar we mee kunnen gaan werken. Die zijn er ook gekomen, daar werken we nu ook mee. En vele andere scholen met ons. En dat lukt je niet in je eentje. Dus daar heb je ook gewoon anderen voor nodig. Ik zie hier nog een belangrijke vraag. Wat voor feedback, Manon van Zanten stelt die vraag, wat voor feedback krijgen jullie terug van leerlingen? En ik zou daaraan willen toevoegen, en van ouders. Ja. Nou, we hebben dat ook bevraagd vorig jaar, naar aanleiding van de eerste lockdown op een aantal momenten. En die feedback was eigenlijk heel positief. En ik wil niet zeggen alles is positief, hè, want ook bij ons gingen er dingen niet goed en waren er verbeterpunten. En er zijn altijd leerlingen die het natuurlijk ook niet goed vinden, maar de doorgaande lijn, de rode draad was eigenlijk toch wel dat mensen wel heel blij waren met wat we hadden gedaan. En dat ze heel tevreden zijn over het eindresultaat. En dat gold ook voor ouders. Ja, ja, ja. Wat voor tips? Ja, de vragen komen nu binnen. Ja, maar door. Wat voor tips heb je voor het basisonderwijs? Oh, dat is een... We zitten nu wel heel erg gefocust op VO. Ja, ik ben natuurlijk ook een VO-school. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook veel te maken met het basisonderwijs. Want daar komen onze leerlingen vandaan. En ik denk eigenlijk, misschien is het basisonderwijs doet in mijn ogen al heel veel heel erg goed.
En werken eigenlijk voor een belangrijk deel al op deze manier. En daar kunnen wij nog heel veel van leren. Dus ik weet niet zozeer of ik een tip heb voor de basisscholen, voor het primair onderwijs. Ik denk dat wij veel van hen kunnen leren in de manier waarop zij dingen aanpakken. Oké. Een van de aspecten die natuurlijk, daar hebben we nog niet zo over gehad, toetsen in deze tijd. Toetsen jullie ook online? Vraag van Inge Evenstein. En zo ja, hoe? Wij hebben weinig toetsen in een schooljaar sowieso. Leerlingen krijgen per vak maximaal 3 toetsen. En die toetsen, we hopen dat we dat straks weer gewoon in de school kunnen afnemen. Dus wij maken eigenlijk onderscheid tussen, noem dit dan summatieve toetsen, maar een soort van formele voortgangstoetsing. Waarvan we toch vinden dat dat zoveel mogelijk in een gecontroleerde omgeving plaats moet vinden. Om ook dingen te kunnen vergelijken. En daarnaast zijn we heel erg bezig met het werken aan een formatieve cultuur. Want wij vinden eigenlijk dat je voortdurend aan het onderzoeken bent als docent. We noemen het liever niet toetsen, maar onderzoeken waar leerlingen staan ten opzichte van de leerdoelen. Wat dat betekent voor die leerling, maar ook voor de docent. Welke beslissingen de docent in zijn les dan moet nemen op basis van dat onderzoek wat is gebeurd. En dat kan ook online. Dat hoeft niet op school. Wat zou jij nou, we gaan naar een afronding toe. Maar wat zou jij nou, als je morgen naar een school ging, waar alles heel klassikaal en traditioneel is georganiseerd. Wat zou je nou als eerste proberen mee te geven aan de leraren daar om die flexibiliteit beter te ervaren? Wat zou je eerste stap zijn? Ja, ik vind dat een beetje lastig, want ik denk dat je ook heel goed traditioneel onderwijs flexibel kan organiseren. Het begint namelijk met je visie. En op het moment dat je visie op onderwijs een andere is dan die van ons, kun je nog steeds flexibel organiseren. Dus ik vind dat lastig om te bepalen. Dus ik zou hen willen adviseren, kijk naar wat je in je visie hebt staan. En bedenk hoe je dat zo goed mogelijk kan vertalen naar een online situatie. En blijf zo dicht mogelijk bij jezelf. Want uiteindelijk de visie bepaalt in hoeverre je succesvol bent met je leerlingen. En er bestaan verschillende smaken. Niet iedereen wil en kan hetzelfde. Dus doe wat past bij jouw situatie. Oké. Nou, je bent van het delen. Dat heb ik al meerdere malen ondervonden. Je wilt graag bevindingen delen, maar je hebt zelfs ook een tweetal handreikingen die je beschikbaar wilt stellen aan de geïnteresseerden. Wil je die heel kort even toelichten? Welke handreikingen zijn dat en wat doen ze? Ja, we hebben voor thuisonderwijs hebben we een handreiking gemaakt voor leerlingen en ouders, waar ik het net ook al even over heb gehad. En ook een handreiking voor docenten, hoe wij verwachten dat ze op basis van onze visie het onderwijs vormgeven. Om ervoor te zorgen dat de driehoek leerlingen, ouders en docenten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn. En ik deel graag, want ik zeg altijd maar van delen word je nooit minder. En dat betekent dat er hopelijk ook weer mensen zijn die dingen met mij willen delen. Waar wij ons weer mee kunnen verrijken. Dus absoluut. Ja. Nou, hartstikke goed. Ik bied aan dat via mijn e-mail die handreikingen aangevraagd kunnen worden. f.schouwenburg@kennisnet.nl. En wellicht zie ik ook nog wel dat mensen vragen om contact met jou te hebben hierover. En dan wissel ik dat weer met jou uit. Het is 10:30. Iedereen mag weer terug naar de kantine. Maar Astrid, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Het filmpje dat komt ook op de site naast de opname. Sorry dat het misging, maar ik denk dat het gesprek toch wel de meeste aspecten daarvan heeft opgepikt. Dankjewel en dankjewel allemaal.